Na twee jaar stilte in de media verscheen Jorik Scholte, alias Lil Kleine, gisteren in de talkshow van Renze Klamer. Hij kwam daarom te praten over zijn docuserie, waarin hij een inkijkje geeft in zijn leven. Maar het interview werd geen groot succes. Renze stelde hem kritische vragen over zijn alcoholconsumptie, waar Jorik niet van gediend was. Het begon al ongemakkelijk toen Renze vroeg waarom Jorik eigenlijk aan tafel zat. Jorik antwoordde dat hij zijn verantwoordelijkheid wilde nemen en dat hij ooit weer in een talkshow moest verschijnen, dus dat dit een goed moment was. Ook zei hij dat hij daar zat omdat de redactie hem had uitgenodigd. Echt waar, reageerde Renze verbaasd. Oh, ik dacht dat wij werden benaderd door jullie, dacht ik. Jorik ontkende dat nee, dat is niet zondag. Renze, nee? Is dat niet zo? Oké, okay, dat moet ik even nazoeken. Het gesprek kwam niet echt op gang. Rensen vroeg Jorik naar zijn drank- en drugsgebruik, waar Jorik geen geheim van maakte. Ik hoef niet de ideale schoonzoon te worden. Ik wil gewoon mezelf blijven. Als ik nu tegen jou zeg dat ik ga stoppen met drinken en dat ik de ideale schoonzoon word, dan lieg ik tegen jou en heel Nederland. Jorik zei dat hij wel was gestopt met snuiven, maar niet met drinken. Je wil mijn eerlijke antwoord en ik heb tot nu toe niet gebruikt en wel gedronken. Als je mijn eerlijke antwoord wil weten, ik zal altijd een drankje blijven drinken, ja. Hoe graag Nederland ook wil horen dat ik dat niet ga doen. Ik ga niet liegen hier, snap je? Renze kon dat als vader niet begrijpen. Maar als het elke keer een probleem wordt en je zegt: "Mijn zoontje komt op één", dan is jouw zoontje toch uiteindelijk belangrijker dan drank? Jorik vond dat een rare vraag. Ja, tuurlijk, maar wat heeft het voor nog een probleem opgeleverd dan? Renze: "Nou ja, ik kijk alleen de docu en dan hoor ik jouw manager zeggen: "Die drank, dat gaat niet goed." Jorik: het is te veel, je bent de hele tijd dronken. Jorik was duidelijk geïrriteerd. Ja, oké. Okay. Nee, oké. Okay. Maar mijn zoontje komt sowieso op één. Het is een rare vraag om te zeggen: wat vind je belangrijker? drank of je zoontje? Renze, ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe jullie de zorg verdelen, bijvoorbeeld, maar het lijkt me als dan je zoontje bij jou is, dat je dan zegt: dan drink ik geen druppel, bijvoorbeeld Jorik, gepiekeerd, nou. Bijvoorbeeld. Rensen vond dat een goede zaak. Oké, okay, maar dat zijn wel dingen die je doet. Jorik geagiteerd, ja. Als ik met mijn zoontje ben, ben ik niet aan het drinken, nee. De vader van het jaar. Totdat happy hour begint.